Nou, de wonderen zijn zo de wereld nog niet uit. Goedemorgen, het is woensdagochtend. We hadden net best wel een beetje haast. Maar als het goed is, komen we nog op tijd op school. En het vervelendste is, er is regen. Ja, echt. Het regende net zo verschrikkelijk hard. Ik moest toch ook boodschappen doen. Papa ook al een stukje verder was. Ja, dus ik denk, nou, niks fietsen of lopen. Dan spoelen we weg dadelijk. Ik denk, pak lekker de auto. En het voelt een beetje gerechtvaardigd, omdat ik toch ook wel zware dingen met boodschappen moet doen. Want ik vind het echt belachelijk tegenwoordig om voor een paar druppels regen altijd voor 100 meter de auto te pakken of zo. Maar het regende echt heel hard en ik heb wel echt zware boodschappen ook wat nodig. Dus praat het even goed. Zo, het is druk hier. Kijk, dit is waar mama al twee keer met de auto gaan. Zie je dat? Ja, het is heel druk. Ja. En dan die en dan ben ik eigenlijk aan de beurt en dan komt die auto weer van die kant en die heeft dan weer voorrang. Kijk, ik zie een baas. Ja. Nou, daar kan heel goed beginnen. Ik kom net thuis, ik heb de boodschappen uitgepakt en mijn pakketje is binnen. Helemaal happy. Ik heb deze gisteravond besteld. En dit wilde ik al een tijdje. Ik ga maar iets beter richten. Dat is lekker groot. Ik heb een jas besteld. Want ik heb wel een zwarte jas, maar eigenlijk geen zwarte winterjas. En dat vind ik echt zo lastig. Die loop ik al zo lang tegenaan. Dus die heb ik nu. Gelijk even passen. Nou, die haakjes gaan niet makkelijk open. En ik hou natuurlijk echt van bondjassen. Dus dit is weer de volgende bondjas. Maar moet ik zeggen, ik heb een wolallergie. En daardoor vallen zoveel jassen altijd af. Dat is echt zwaar vervelend. Ik zal de camera even verplaatsen. Kijken waar ik hem kan zetten. Dit weet ik niet. Mijn lens is elke keer zo vies. Ik weet niet waarom dat is. Nou, stop. Perfecte maat. En als het goed is... Ja, deze kan ook hoogdicht. Ik wilde echt een jas die ook hoogdicht kan. Ja, helemaal happy mee. Lekker een bondjas erbij. Lekker warm. Yay! Onderweg naar school in mijn nieuwe jas die heel hoog dicht kan. En dat kunnen heel vaak bondjassen niet. Ik vind hem echt geweldig. Ik ga Sarah ophalen en daarna Livia ophalen. Die komt vandaag spelen. Helemaal leuk, dat is echt een van Sarah's beste vriendinnetjes ook. En vanavond, of in ieder geval einde van de middag, komt haar moeder. Dat was een van de mama's. Komt Leila met haar andere dochtertje. Komen gezellig eten. En ik kreeg net zo'n lieve app van Leila dat Livia aan de zusje had verteld dat het een hele speciale dag is. En dat ze dat allemaal gaan doen. En echt zo leuk. Dan weet je ook echt waarvoor je dingen weer doet. Heerlijk. Ah, kijk hoe schattig. Dit is zo leuk. Kiekeboe. Wie heeft er zin in vandaag? Ik. Allebei? Ja. Wie het meest? Ik. Ook allebei. Nou, dat wordt een feestje. Mama. Nou, dat ligt eraan hoe jullie je gedragen. Als we een beetje koekoek gedragen niet. Als jullie een beetje koekoek zijn niet, nee. Eet smakelijk, dames. Eet smakelijk. Jij gaat niet aan. Niet met je vallenbal terugpraten. Nee. Dames, gaan nu lekker tv kijken. Nora is er ook. Wil je hallo zeggen? Kijk, daar ben je. Zeg je hallo. Dat is leuk. Volgens mij komt papa ook binnen, Sarah. Leila is echt gezellig. En kijk wat Nora heeft gedaan. Echt zo schattig.
Die heeft het bestek van het keukentje overal op tafel gelegd. Die heeft de tafel afgedekt. Echt zo schattig. Nou, echt wat me overkomt. Leila, Livia en Nora die gaan het weg. En ik roep Sarah naar beneden, want Livia kwam naar beneden. Van, joh, kom je ook even gedag zeggen? Ze zegt, dat kan niet, want ik sta mijn blootje. Heeft ze zich gewoon al helemaal klaargemaakt voor bed. Ze had alleen de pyjama nog niet aan. Dat ik echt denk, hè? Tanden gepoetst en al. Nou, de wonderen zijn zo de wereld nog niet uit. Echt, nou, dit is een welkome verrassing. En stom, ik ben al heel de dag aan het proberen een video te renderen, maar mijn laptop is het aardig aan het opgeven. Dus ik kan sowieso alleen maar gaan renderen als mijn batterij helemaal vol is. En net gaf hij een foutboodschap weer erin. Kon ik weer overnieuw beginnen. Echt, ik word helemaal krankje van vandaag. Maar goed, poging 286 of zo. Render. Nou. Ja, overschrijven. Eens kijken. Nou, gaan we het weer anderhalf uur proberen of zo. Echt. Ik was helemaal bij en dan gaat hij zo doen. Moet echt een nieuwe laptop, dus even kijken. Ja, we hebben natuurlijk best wel veel schade en kosten gehad. En dat duurt allemaal een tijd voor het vergoed. Dus ik wil eigenlijk ook niet hele grote uitgaven nu doen. Maar ja, ik heb echt wel een laptop nodig. Want ik gebruik hem voor veel meer dingen dan alleen de vlog editen en gewoon foto's. Ik heb hem echt nodig. Dus ja, ik moet echt maar even snel toch eentje gaan kopen dan. En, oh ja, ik heb ze in. Ik vroeg het net aan Leila, van ben jij handig met priegelen? Dus Leila was aan het proberen, die kreeg ze ook niet dicht. En toen zei Marco dat hij het nog een keer wilde proberen. En toen waren ze met z'n tweeën, ik weet niet wat ze allemaal aan doen waren. Maar ik heb mijn oorbellen in, echt. Zo lei. Ik ga snel even naar boven. Want ik denk dat Sarah nu helemaal klaar is. Marco was al bij de. Heeft hij wat rust te zeggen? En dan kijken of mijn laptop het nog aan doen is. Tijd voor een avondsnack. Wie doet het ook? Rijstwafel met pindakaas. Zo lekker. En dan voornamelijk, ik eet alleen maar biologische pindakaas zonder toevoeging. En dat is echt de enige pindakaas die ik echt heel lekker vind. En dan op een rijstwafel met zeezout. Oh.